Jorijn Covent, Club Waaierlei kwam vanavond op bezoek bij Woluwe. Hoe liep het hier vanavond? Ik denk dat we een moeilijke match hadden. Het is hier altijd moeilijk om te spelen. Maar we hebben wel een volwassen teamprestatie geleverd. En ik denk dat we zo die 3 punten over de sleep hebben kunnen trekken. Ja. Was het hier vanavond voor jou iets eenvoudiger dan op Zulte Waregem? Ik heb wat minder moeilijke reddingen moeten doen, maar je moet altijd alert zijn op iedere fase van de match. Hoge ballen, meevoetballen, dus er is geen makkelijke match. Ja, en dan, jullie zitten ook nog in de beker. Volgende week moeten jullie daar opnieuw na de uitschakeling van Standaard. Hoe bekijk je dat allemaal? We moeten naar Alken. Normaal gezien moeten we daar kunnen winnen, maar we mogen zeker niet onderschatten. Ons eigen spel spelen zal nog iets scherper moeten dan vandaag. En hopelijk kunnen we dan plaatsen zeker in de volgende ronde. Ja. Je bent de keeper. Een van de keepers van het WK is in de top 5 van de Women's Ballon d'Or, Marie Earps. Wie is jouw favoriete bij de keepers internationaal? Ja, ook Earps heeft een fantastische uitstraling. En ja, hoe dat ze op het veld staat, daar kan nog veel van geleerd worden. Ja. En heb je een match tegen België gezien? België en de Red Frames tegen Engeland? Nee, ik heb niet gekeken. Ik had andere plannen. Ja, oké. Okay. Maar dus zij is jouw favoriete ook? Zeker weten. Oké, ik wens je veel succes voor het vervolg met Club Waaierlei en nog vele mooie cijfers. Dank u wel.